Hey YouTube, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Gros. Ja, Gros. Gros maakt ook speciaal bier. Bier. Ah, speciaal bier, het is niet een term. Ik vind het zo'n gekke term, speciaal bier. Gewoon bier. Klaar. Gros maakt bier, maar Gros maakt ook meer dan alleen pils, laten we dat zo zeggen. Voornamelijk maken ze die heel bekend zijn qua hun anders dan pils reeks. Hun twee soorten bokbier. Rijke en gerijpte herfstbok. Ze hebben ook Weissen, IPA Weissen, donkere Weissen, van alles en nog wat. Maar wat Gros ook doet, komt vanuit de Gros proeverij. En dan maken ze bieren die zijn niet commercieel te verkrijgen. Die zijn alleen in hun speciaal proeflokaal. En sommige mensen die een beetje heftig in de bierwereld zitten, krijgen die toegestuurd. Mensen die heel actief zijn op Instagram, krijgen ze toegestuurd. Om te gaan proeven. Nou, voor het eerst heeft Gros een van die bieren nu gereleased voor de open markt. Hij zit, nou, volgens mij zou hij officieel volgende week, maar ik zag hem toevallig 2 dagen geleden al staan bij onze Jumbo. Hebben ze nu voor het eerst gereleased en dat is de kruidige triple. Nou ja, het zegt eigenlijk al genoeg. Het is een triple met, als het goed is, kruidige smaken. En het leukste is, Gros bracht vroeger veel vaker bieren uit in de beugel. En daar is hij weer, de echte beugel. En dat is toch wel een stukje nostalgie. Weet niet. Vroeger ging ik altijd naar een bioscoop. De bioscoop is er nog, maar ze hebben Gros beugels niet meer. Ging er altijd heen. En vlak voordat de film begon, kocht je natuurlijk je snacks en wat te drinken. En dan had je een Gros beugel. En vlak voordat de film begon, hoorde ik door de hele zaal heen pop, 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 pop. Iedereen die de beugel vlak voor de film open knallen. Super. De beugel is gewoon echt nostalgisch. Nou, daar hebben ze dus nu ook deze kruidige trippel in gedaan. Het bier is 8,3%. Het is een 45 centiliter beugel. Nou, dat is eigenlijk wel klassiek. Storytime. De Gros trippel is het eerste bier van de Gros proeverij in 2017. Vanwege de uitstekende beoordeling opnieuw uitgebracht in beperkte oplage in onze bruine beugelfles. De Gros proeverij staat voor een unieke serie speciaal bieren. Gebrouwen in de proefbrouwerij van Gros en getest in onze proeverijcafés. Kijk voor een Gros proeverijcafé bij jou in de buurt op www.gros.nl/proeverij. Nou, daar staat er nog wat bij. De Gros kruidige trippel is gebrouwen met kardemom, koriander en citroengras. De toevoeging van deze kruiden geeft een Gros trippel een onderscheidend karakter en een frisse smaak. Nou, er zit er nog zo'n dingetje bij. Weet je, zo'n smaakprofiel dingetje. Ik hoop dat je hem goed kunt zien waarop allemaal een beetje staat van waar smaken heen gaan. Ik kijk er vaak niet naar, want dat vind ik gewoon veel leuker om zelf te ervaren. Moet je niet al te veel ingaan. En dan ga je met verwachting het bier in. En dat vind ik gewoon moet je niet doen. Trouwens, tussendoor, als je af en toe even wat muziek hoort. Ik heb een paar van die figuren hier in de buurt die soms niet snappen dat er nog zoiets is van normaal met elkaar omgaan. En muziek gewoon normaal luisteren. En dan hebben ze van die grote Bluetooth speakers met super bassystemen. En dan denken ze dat de hele buurt het leuk vindt om naar Oompa 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 Pa te luisteren. Ach ja, ze doen maar. We gaan terug met bier. Het ziet er gewoon gaaf uit. Het ziet er zo super gaaf uit. Zo'n beugel, het heet gewoon wat. Ik weet het niet. Ik ben echt super benieuwd, want ik ben er heel eerlijk in. Over het algemeen, heel veel van die Gros bieren, hun speciaal bieren dus, om het zo maar te noemen, zoals mensen het noemen. Ik ben er niet altijd even gecharmeerd van. Maar, nou had ik afgelopen, begin van deze zomer, hun Session IPA. En dat was nog niet zo verkeerd. Het had veel uitgesprokener gekund, in mijn nederige mening, maar het was lang niet zo slecht. Het enige wat ik gewoon altijd een beetje vind is dat heel veel van die Gros bieren, oh dat geluid. Dat geluid, daar had ik eigenlijk even stil voor moeten zijn. Wauw. Heel veel van die Gros bieren, ik vind ze vaak net een tikje te veel aan de zoetkant. En dat is gewoon puur persoonlijk. Ik bedoel, de een die vindt dit, de ander vindt dat. Voor mij mogen ze ietsje minder zoet. Ik denk gewoon dat zoete heel veel mensen gewoon aanspreekt en het bieren wat toegankelijker maakt. Nou, niks mis mee. Ik bedoel, als je op die manier mensen weer aan bepaalde biersoorten gaat krijgen. Want laten we wel zijn, pils wordt nog steeds meer gedronken dan triples en dubbels en IPA's en stouts en wat dan ook. Dus als bieren als deze, ook al is die misschien wel aan de zoete kant, toch mensen meer naar dit soort bieren laten gaan. Geweldig toch? Niks mis mee. Licht troebel bier. Een mooie, beetje, ja, goud. Licht koperkleurig bier. Echt een, nou jongens, een schuimkraag wordt niet veel witter dan dat. Super. Er zit wat onder in de fles. Dat zie ik straks. Dat gaan we er straks mee ingieten.
Maar het is echt een super mooi bier om te zien. Echt een heel mooi bier. Licht koolzuur. Het ziet er goed uit. We gaan ruiken. Ik ben benieuwd. Oeh. Wauw. Die citroengras, de kardemom, het komt echt de koriander, voornamelijk de koriander, heel sterk. Samen met citroengras, dat zijn de twee geuren die je het meeste hebt. De kardemom, er zit er wat in, dat mooi ja, verwarmende, kruidige geur, maar het is voornamelijk de koriander en de citroengras. Die komen heel sterk naar voren. Nou, onderin ruik je wel die hele typerende broodgeuren. En gistgeuren van een trippel. Het zit er echt in. Het is niet alleen maar overheersend kruiden. Het is echt ook wel een trippel. Dat moutige. Dat moutige broodachtige geur die ik snel associeer bij een trippel. Die zit er echt goed in. Dus dat is al een goed teken. Er zit nog iets anders in dat ik even net niet kan plaatsen. Iets peperigs. Wauw. In dat opzicht, ik moet zeggen, hij valt me nog niet tegen. We gaan eens even proeven. Proost. Mooi licht bittertje. Moutig. Een licht zoetje. Maar wederom, in deze stijl mag dat. In deze stijl wil je een lekkere balans tussen zoet, bitter, kruidig mag. Trippels hebben uit zichzelf vaak al wel wat kruidige smaken. En het is helemaal niet zo vreemd om een trippel te brouwen met toevoegingen zoals bijvoorbeeld specerijen, kruiden, dat soort dingen. Vaak hebben ze uit zichzelf wel wat van die smaken erin. Dus om dat eraan toe te voegen, kan hem alleen maar heel erg spannend maken. Toegankelijk. Zeker toegankelijk, maar wel uitgesproken. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet veel op hebben met bier. Die dit heel erg lekker zouden vinden. Maar toch ook voor de mensen die juist wat meer gewend zijn. Is hier ook heel veel in te ontdekken. Het enige wat ik jammer vind, ik heb hem zo'n 50 minuten geleden eruit gehaald. En misschien dat ik hem toch ietsje kouder had moeten drinken. Ietsje. Cardamom komt nu wat verder naar voren. Ik vind het in heel veel van die... Ik weet niet waar dat door komt. Het heeft te maken met gistsoorten, denk ik. Een beetje van het bubblegum. Van het kauwgom, van het bubblegum. En heel veel mensen denken dan meteen... Wat? Dat wil je er toch niet in? Dat zijn toch wel typerende geuren die je heel snel kan associëren naar bepaalde of smaken die je kan associëren naar bepaalde gistsoorten. Heel veel meisjes hebben dat ook, van dat bubblegummy zoetheid. Dat zit hier zeker in. En dat maakt hem eigenlijk alleen maar interessanter. Tussentijd ben ik even benieuwd of ik de rest van de gist erbij in kan krijgen, want dat wil ik toch echt wel even meekrijgen. Want je ziet gewoon dat er onderin de fles nog heel veel zit. Dat ik er echt uit wil hebben. En in het bier. Voor mij mag dat bij een trippel. Ik weet dat we voor sommige mensen zullen zeggen dat is doodzonde. Dat gistdepot moet je er echt niet bij in doen. Ja, nou ja, we hebben die discussie hier vaker gehad. En jullie weten wat mijn meningen daarover zijn. Zo niet, stel ik voor dat je wat van mijn reviews terug gaat kijken. En dan ja, kom je er ook wel achter. Het bier is een tikje troepeler geworden. Een klein beetje maar. Ik heb niet het idee dat er veel verandert. Maar het heeft niet veel veranderd aan het bier. Lekker. Ja, echt een mooi bittertje. Daar op de finish. Met kruidige, stevige smaken, waar ik wel van hou. Ja. Gewoon lekker doordrinkbaar. Het heeft, zoals ik net al zei, het heeft echt dat typerende gros zoetje.
Dan moet je van houden. Kun je van houden. Voor mij gaat dat heen en weer licht aan de stijl. Hier kan ik hem waarderen. Ik hou heus wel van een zoet bier op zijn tijd. Voornamelijk bij de stevige Imperial Pastry Stouts. Over het algemeen hou ik niet van te overdreven zoete bieren. Maar in sommige stijlen mag het. In sommige stijlen is het lekker. En hier past het. En het bier heeft in dat opzicht een leuke balans. Ik ga toch eens even kijken naar dat dingetje dat ze erbij hadden gedaan. Citrusfruit, ja. De body trouwens steekt er voor hun heel erg uit. Dat klopt. Hij is erg mooi in mondgevoel. Romig. Lekker. Niet overdreven plakkend. Of wat ik wel zeg, dat je hem kan kauwen. Wat een mooi, mooi romige body. Kruidig, zeker weten. Niet erg hoppig inderdaad. Ook niet heel erg bloemig. Citrus. Ja, daar komt wat citrus in terug. Er zit wel een beetje een... Dat citroen, maar dat komt natuurlijk weer door het citroengras. Als je nog nooit citroengras gehad hebt, oh heerlijk. Fantastisch in curries. Ja, even flink kneuzen, dan moet je er eens aan ruiken. Oh, geweldig. Gebrand absoluut niet. Zoet, ja, zuur. Nee. Nou, ik kan er nou niet echt iets zuurigs in ontdekken, moet ik zelf zeggen. Nee. Moutig, zeker. Karamel, nee, niet. Grassig, heel licht volgens hun. Beetje, ja. Het zijn voornamelijk de dingen die het doen. Is inderdaad een mooi bittertje. Veel kruidige smaken, zeker. Wat wil je als je dingen als cardamom en koriander en citroengras gebruikt? Eigenlijk was dit echt wel een hartstikke mooi zomerbier geweest. We moeten er heel eerlijk in zijn. Nou, nee, laten we zo zeggen. Hij werkt ook wel voor een nazomer. Maar eigenlijk gros hebben jullie deze gewoon op de markt moeten hebben toen het 30 graden was. Goh, en dan wat kouder dan dat hij nu is. Maar dan maakt hij 8,3% en het feit dat het bijna een halve liter is, maakt hem heel verraderlijk. Want je hebt er zo twee op voordat je er erg in hebt. En dan ga je lekker slapen, denk ik, ja. Ja, lekker bier. Gros, petje af. Soms zei ik een beetje op jullie en speciaal bier misschien. Maar lekker. Niks mis mee. Hier haal ik nog even 1 of 2 van op om te laten staan. Niks mis mee. Cijfer 3,75. 3,75 voor gewoon een lekker toegankelijke triple. Met veel smaak. Niet overdreven complex. Ook zeker niet licht. Mooie body. Ja, 3,75. Dat doe ik hem wel voor. 3,75 uit de 5. Ik val in herhaling, maar ik was die 5 vergeten. Dat komt omdat ik af en toe nog echt even erop nadruk dat ik die Untapped scale gebruik qua rating. Dat was hem wel voor deze review. Ik ga er nog even lekker van doorgenieten. Dat moet denk ik wel lukken. Ik zou zeggen, like de video, abonneer op mijn kanaal en deel. Spread the word, people. Deel. Laat mensen weten over Thomas Opent. Waarom? Omdat ik het leuk vind. Kan ik ook niks aan doen. Vind ik grappig. Ik vind het altijd leuk om jullie commentaar te lezen. Mensen die echt sommige dingen mee eens zijn en sommige dingen ook absoluut niet. Vind ik gewoon geweldig. Dus laat het commentaar achter. Als je deze gehad hebt, wat vond je ervan? Mag het graag teruglezen. Drop a comment. Doen. In de omschrijvingsbox kun je de links vinden naar mijn Instagram, naar Untapped en mijn Facebookpagina. Vind je nog meer bieren die ik niet review, maar wel het een en ander over te zeggen heb. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Proost!